We zijn bij Fietsen voor mijn Eta bij Marja van der Ende. En wie is Marja van der Ende? Vertel. Ja, dat is een goede vraag. Marja is heel veelzijdig, maar een van de dingen die ze doet is fietsen voor haar eten. Ik heb 3 jaar geleden, eigenlijk ben ik een Facebookgroep begonnen. Dat was bedoeld om adressen te verzamelen van stalletjes langs de weg en boerderijen en kwekerijen en kleine winkeliers. Omdat ik mijn eten volledig buiten de supermarkt bij elkaar wilde gaan fietsen. Om meer in beweging te komen, maar ook om het eten meer rechtstreeks bij de bron vandaan te kopen. En om de plaatselijke ondernemers te steunen. En nou ja, die Facebookgroep die groeide eigenlijk al heel snel uit tot een groep van 500 leden binnen 3 dagen. Ja, inmiddels zijn we 3 jaar verder en zitten we al bijna 11.000 leden in het Westland. En het is echt een soort hype geworden. We hadden voor de coronamaatregelen ingingen, hadden we al 4 actieve regio's in Nederland. Waar andere voorfietsers ook gestart waren met een Facebookgroep en een kaart. Ja. En, intussen hebben we er 9 en bijna 10. Er is iemand die gaat na zijn vakantie beginnen. We zijn lekker aan het groeien naar landelijke dekking met regionale kracht, noem ik dat. Dus de voorfietser in de regio die gaat op zoek naar adressen en die gaat de groep in beweging brengen om te gaan fietsen voor hun eten. Ja, letterlijk in beweging, hè? Ja, klopt. Voor gezond eten, gezond bewegen. En ook de support your locals eigenlijk, maar dat had jij al veel eerder bedacht. Ik had het 3 jaar geleden al bedacht, maar dat zie ik wel. Ik ben nu 15 jaar ondernemer en ik zie dat met heel veel dingen die ik bedenk, dat ik een soort vooruitziende blikken heb misschien. Als je dat over jezelf mag zeggen. Maar heel veel dingen zie ik dan later terugkomen en ik denk, oh, dat heb ik een paar jaar geleden al bedacht. En ook neergezet. Dus er staat nu ook echt een platform waar we al lang aan gebouwd hebben. Dus de website is, we zijn nu met de ontwerpfase nog bezig. Dan is die helemaal, hij staat gewoon al klaar, hè, maar met een standaard ontwerp. En straks wordt die nog mooier en nog leuker. En dan hopen we nog meer mensen in beweging te krijgen. Ik zal hem even de website even in beeld brengen. In dit geval Noordoost-Brabant. Ja. Waarbij je dus kan zien op welke plekken er een stalletje al ingevuld is. Ja, ik ben op dit moment in Noordoost-Brabant samen aan het fietsen met Miranda van der Wouw, de voorfietser daar. En ben ik iedereen aan het bezoeken en daar een soort werkvakantie van aan het maken. Dus hoe leuk kan je werk zijn? Hoewel het nog niet eens werk is, maar het is echt een uit de hand gelopen hobby. Maar wel een hele leuke. Dus, ja, inderdaad. En zeker goed weer om nu mee op pad te zijn. En steeds meer mensen die met de fiets op pad gaan. Ja, daarom. En het is prachtig weer vandaag. En met volle fietstassen en een koeltasje met allerlei elementen erin om het koel te houden. Ja, fiets ik zo mijn boodschappen bij elkaar. Dus ik ben ook al 3 jaar niet meer in de supermarkt geweest. Dus, kijk aan. Ja, want hoe ben je zo begonnen, 3,5 jaar geleden, zeg maar? Dat begon tijdens een vakantie in Zeeland. Ik ging daarheen na een periode van nare familieomstandigheden om even een beetje energie op te doen. En ik had alleen mijn fiets. Mijn vriend die ging naar huis met de auto en die liet mij achter met de caravan. En zo ging ik de regio verkennen. En toen kwam ik boerderijen tegen, stalletjes, kersenstalletjes. En zo ben ik eigenlijk de eerste stappen op het, in de wereld van het stalletjesfietsen gaan zetten. Ja. En toen kwam ik thuis en toen was ik nog een week vrij. En toen ben ik begonnen met mijn groep in het Westland om die adressen te verzamelen. Zo. En zo is het van iets persoonlijks uitgegroeid tot iets van heel veel personen.
En ja, we werken ook met vrijwilligers die de stalletjespagina's invoeren. Het stalletjes invoerclubje. En dat clubje heeft ook een ploegbaas. Dus alle termen die we bedenken, die hebben met fietsen te maken. Wat hebben zij? Een ploegbaas. Een ploegbaas? Dus, ja, een wielrenploeg heeft er ook een ploegbaas. En het stalletjes invoerclubje heeft ook een ploegbaas. Dat is Aad van Meurs. En die is volop bezig om te zorgen dat de kaart netjes ingevuld wordt. En die heeft alle regio's in Nederland, meer dan 125 heeft hij daar ingevoerd. Aad is gepensioneerd en is gewoon echt een hele waardevolle kracht om erbij te hebben. En zo hebben we een aantal invoerders die hij aanstuurt. En de voorfietsers die doen heel veel werk. En verder is het het beheer van de Facebookgroepen. Dus er wordt volop van alles gedaan. En allemaal door vrijwilligers. Zo. Ja. Ik zal even de website zelf ook nog even in beeld brengen. Dat is www.fietsenvoormijneten.nl. En als je op Facebook kijkt, dan zie je daar de bedrijfspagina. Maar ook de regio's die er tot nu toe al ingevuld zijn. En daar kan je dus lid van worden en zo is ook ervaring uitwisselen van andere fietsers in die regio. Ja. Oké, super initiatief Marja. En ik zou zeggen, ga mee fietsen voor je eten en laat weten waar je geweest bent. Doei. Tot ziens!